deze voetbaltrainer ging helemaal tekeer toen zijn speler een overtreding maakte op de tegenstander. Het was een wedstrijd tussen Heracles en Telstar. En Andries Jonker was niet bepaald blij op de manier hoe zijn speler inkwam. Moet je eens kijken. Zijn uitleg hiervoor was dit. Terug naar die eerste helft word je heel boos op Vleiter. Waarom? Ja, omdat dit soort overtredingen in dit soort wedstrijden absoluut uit den boze zijn. Hè. Het is niet de bedoeling om collega's te blesseren. Het is überhaupt niet de bedoeling van sport en van voetballen. Vinden jullie dat de trainer dit goed heeft opgelost?